Hi, goeiedag. Ik ben even op zoek naar mijn mesje. Ik heb een shoplogje voor jullie. Vandaag, leuk dat jullie weer bij mijn kanaal zijn. Leuk dat jullie naar deze video kijken. Welkom, ook welkom als je nieuw bent. Boozy Shop. Ik wilde wat backups hebben, dus die heb ik gehaald. Gehaald, besteld. Je haalt natuurlijk helemaal niks bij Boozy Shop. What the fuck? Oké, ik had twee bestellingen gedaan bij Boozy Shop. De eerste heb ik heel netjes gehad met zo'n zakje en zo'n kaartje, weet je wel. Deze heb ik eerder besteld, maar kwam op een of andere manier er maar niet doorheen. Er werd gezegd, er is vertraging bij PTT Post toen ik daarover mailde. Maar er zit helemaal niet zo'n zakje of zo'n kaartje in of zo. Dus eigenlijk denk ik gewoon dat ze hem stiekem vergeten waren, omdat ik er twee achter elkaar had geplaatst. Het zit wel goed in plastic verpakt. Oh! Ik gooi de helft van de spullen die hier nog staan om. Even kijken. Ik heb weer een kwastje gekregen. Want ja, bij zoveel besteding krijg je een cadeautje. Nou, wat ik extra wilde hebben zijn die dikke lippenstiftpotloden van Catrice. De lichtste cinnamon nog iets. Even mijn bril weer opzetten. Dit zijn de Intense Matte Lip Pen. En dit is de kleur 010 Cinnamon Spice. En de kleur 060 Mocha Me Happy. Dit is een van mijn favoriete combo's. En ze gaan heel hard. Dus ik dacht, hier wil ik gewoon een backup van hebben. Ze gaan in mijn backuplaatje. En de Plumping Lip Liner van Catrice in 069 Manhattan. Deze zat volgens mij in de la. Het zit hier een haar. Heel vervelend. Zat volgens mij in de laatste update. Ik heb hem hier. Wilde ik ook graag een backup van hebben. Dus die heb ik allebei gekocht. Dat is mijn backupblaadje. Waar een concealer in lag die daar niet hoort. Zo. Ik ga wel mijn bril even opdoen. En ik neem even een slokje van mijn cola. Het is avond, dus het mag. Moira. Ken je dat merk? Ik heb het voorbij zien komen. Boozy Shop heeft het tegenwoordig en ik heb er een aantal dingen van besteld. Is het geen full face, maar we komen best een end hoor. Pardon. Wow. Nou, die kwam echt uit mijn tenen. Ik heb de Love Heat Cream Blush. Met vitamine E en rosehip oil. Rosehip oil. Ik heb het idee, op de achterkant kijkend. Ik weet niet waar het vandaan komt, Moira. Ik weet helemaal niets van het merk. Behalve dan dat ik dat gewoon wel eens voorbij zie komen. Dit is hem. Zo ziet hij eruit. Ik heb er nog nooit iets van geprobeerd. Dus dit is een heel nieuw merk voor mij. Oh, dan is dit hem. Dit doet me denken aan die van Tower 28. Oké. Het is goed gesloten. Dit is de kleur.
Het is heel creamy. Dit is de kleur van de blush. Oké. Dan heb ik de Mora Signature Blush in Sweet Peach. Die ziet er zo uit. En ondanks dat het plastic is, maar het is wel stevig, zeg maar. Die ziet er zo uit. Die is wat ombre. Hier, hij is heel licht. Maar een hele leuke tekening. Zie je dat? Hartstikke leuk. Dan heb ik de Mora Soft Focus Waterproof. Ik doe even mijn mouw omhoog, want zit ik helemaal onder straks. Setting powder. De Soft Focus Waterproof Setting Powder. In de kleur 100. Dat was waarschijnlijk de lichtste kleur. Er zit wel talk en zo in, dus let even op de ingrediënten als je dat gaat kopen, alsjeblieft. Hartstikke leuk dit. Dit is toch helemaal mooi. Hij is een beetje peachy. Nou, hij is gewoon translucent, want je ziet hem niet meer op mijn huid. Ik ben reuze benieuwd daarnaar. En wat ik ook heb gekocht is, misschien even vertellen voordat ik het openmaak, de Mora Set and Correct Loose Setting Powder in 05 Rosé Pink met avocado olie. Enhance your best features with our Mora Set and Correct Loose Setting Powder. An ultra fine powder infused with avocado oil and Orissa Sativa that blurs and evens out skin texture with a soft matte finish and no flashback. Correct and achieve a radiant complexion with these three different shades for every skin tone. Nou, dat is gewoon een potje. Maar deze kennen we, hè? Met die drie kleuren. Nou, er zit zo'n een plakkertje op. En dan komen er drie kleuren uit. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik wil het heel graag proberen. Dan heb ik gekocht de Mora Signature Lipstick Balm Texture and Lip Shine. Mora, the Goddess of Destiny. En dit is met squalane, mango seed butter en 100% vegan in de kleur 19 Camellia. Ja, dit is hem. Heel leuk roze met een doorzichtige dop. De kleur staat erop, in ieder geval het nummer. Nee, ook de naam staat erop. En dan is dit de kleur. Dit is de kleur. Ziet er hartstikke mooi uit. Eerlijk is eerlijk. Het is een lipstift met balm texture. Oké. En het laatste wat ik gekocht had was de Mora Face Sculpt Liquid Contour. Sculpt and Define for a Natural Finish. En dit is de kleur 100 Fair Light. En die ziet er zo uit. Ook hier staat de kleur gewoon op.
Face Sculpt Liquid Contour. Dit is met een redelijk dikke doofvoet. Applicator. En dan is dit de kleur. Oké, voor Fair Light vind ik hem redelijk donker. Dan word ik een beetje bang. Ik doe even mijn horloge af. Wat ik hiervan zou zeggen, doe hem onder je foundation. Ik heb geen idee in hoeverre dit, in hoeverre je dit kan blenden. Ik had een redelijk grote zwart. Ik ga even met een doekje mijn hand schoonmaken. Maar alles gaat er redelijk makkelijk vanaf. Dan maak ik het even droog. Ik ga even een testje doen. Kijk, want het is wel, het voelt heel licht, dit. Als je nou gewoon een stipje zet. En je pakt een blending brush. Kijk. Oké, niet te veel gebruiken dus. Dan krijg je een hele mooie subtiele contour. Bronzer wil ik eigenlijk zeggen, want ik vind het niet echt een contourkleur. Dit is wat ik van Moira heb geshopt. Wat vind je ervan? Ik zou zeggen, we gaan er een video van maken binnenkort om het te proberen. En dan laat ik het aan jullie weten wat ik ervan vind. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten. En dat, nou ja, ik ben reuze benieuwd. Het voelt allemaal fijn, het voelt prettig, het voelt dun, het voelt... Misschien wel iets waar mijn rijpere huid wel tegen kan. Ja, ik zit even te kijken of ik nog meer heb. Nee, dit was hem. Dit was de shoplog van de Boozy Shop met een paar backupjes en Moira producten. Hier komt binnenkort een videootje van. Bedankt voor het kijken. Doe je duimpje omhoog als je een leuke video vond. Abonneer op mijn kanaal, zou je me heel erg mee helpen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Fijne dag nog. Doei.